Ik was 5 jaar, toen kwam ik hier in Nieuwedam te wonen. En ik woon hier al 60 jaar hier op de Hagedoornweg. En daar wou ik dit ook meemaken. Er zijn vele boeken mooi, maar één vind ik wel heel bijzonder. Dat is Knielen op een bed violen. En dat gaat eigenlijk over een man die via de Bijbel dan dus in een bepaalde groep terechtkomt. En die gaan zo diep de Bijbel in, wat niet de moeilijkheid is. En daar leeft hij daarna. En verder is het een heel bijzonder mooi boek. En boeken zijn gewoon eigenlijk prachtig om te kunnen begrijpen, proberen te begrijpen. Maar je begrijpt het niet altijd. Je moet zo'n extra lezen. Maar dat is leuk.